Heel goedemorgen, welkom bij de Smart Update van BNP Paribas. De recessievrees ging weer even overboord en aandelen waren in trek, ondanks dat grote bedrijven aangeven minder mensen nodig te hebben door de lagere economische groei. Verder vallen de bedrijfscijfers overigens zeker niet tegen. S&P 500 trok 2,8 aan, de Dow Jones 2,4 en de Nasdaq zelfs 3,1. IBM en Johnson Johnson vielen weer terug naar sterke cijfers. ...maar uh, zagen wel een lagere outlook. En na beurs viel Netflix mee met een fors lager verlies aan leden dan werd gevreesd. Het aandeel trok er ook bijna 6% aan. In Azië liepen de koersen ook op met aan kop de Nikkei die 2,6% steeg... ...Cosby Index en Shanghai Composite deden het wat kalmer aan met winsten van 0,6%. En de futures in Amsterdam duiden vanmorgen ook op een wat hogere opening... In het Verenigd Koninkrijk kwam de inflatie over de maand juni uit op 9,4% en dat is de hoogste stand sinds 40 jaar. De Duitse producentenprijzen schoten met 32,7% omhoog en dat is ook op jaarbasis. Dat was overigens wel iets minder dan de maand mei. En ASML overtrof de eerder afgegeven verwachtingen over Q2 met een omzet van 5,4 miljard en een marge van ruim 49% de netto winst verdubbelde tot 1,4 miljard, toch verlaagt men deels door verschuiving van omzet de outlook voor het hele jaar. En Nobel kan de prijzen wel met 16% laten oplopen, maar dat ging ten koste van de omzet die met 9% terugviel. Netto winst daalde van 261 naar 106 miljoen. Het bedrijf ziet na een stroeve start wel steeds meer verbetering en handhaaft daarom de outlook op de agenda vraag consumentenvertrouwen vanuit de eurozone. We hebben bestaande woningverkopen en olievoorraden uit de VS en nabeurscijfers ASMI. Bij de analisten verlaagt Citigroup het koersstoel op Justy Takeaway van 98 naar 37, maar het advies blijft kopen. Chris Suisse handhaaft een koopadvies op UMG koersstoel 2520. Bernstein zet ASML op houden koersstoel 466. En kbc zet IRG opkopen met een koersdoel van 13,50 euro. Morgen is er weer een markets update van BNP Paribas.